In 1886 werd Brouwerij de Rijk gesticht door mijn overgrootvader Gustaaf de Rijk hier in Herzele recht over de kerk. Ondertussen zijn we al 4 generaties verder en ben ik zelf als een van de eerste en weinig vrouwelijke brouwers een lid van de 4e generatie van deze familiebrouwerij. Tot op de dag van vandaag is Brouwerij de Rijk eerder een kleine familiebrouwerij. Daardoor zijn wij ook heel lokaal verankerd en vind je onze bieren vooral rond de kerktoren van Herzele. Een paar jaar geleden zijn wij gestart met een bottenlijntje. Dit geeft ons de kans om verder van onder onze kerktoren weg te gaan. En buiten de grenzen van Herzele en nu ook reeds buiten de grenzen van België vind je ondertussen onze 10 lekkere biertjes op 33 centiliter flessen en 75 centiliter. Nadat in de Eerste Wereldoorlog ketels en kuipen werden opgeëist, bundelde men in 1920 opnieuw de krachten bij de aanschaf van deze authentieke koperen filterkuip. Zij vormt tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijk element bij de productie van al onze bieren. De komst van de fles in Brouwerij de Rijk gaf ons de mogelijkheid om meerdere biertjes te creëren binnen de Arendt-familie. Het alcoholrijkste biertje is de Arendt Triple, een goudblonde triple. Mooi gehopt en iets wat donkerder van kleur, lekker parelend. Reeds 4 generaties bestaat Brouwerij de Rijk. De 5e komt eraan, staat vol ongeduld te trappelen van enthousiasme. Daar drinken we op. Santé.